Welkom bij Rondom de Peperbus. En ik sta hier bij een stukje, of echt een stuk, Zwols cultureel erfgoed. En dat alles onder de verantwoordelijkheid en auspiciën van deze man. Want naast dat Benny Klink. Benny, wat zien we hier? Wat zien we hier? Een heleboel brandweerauto's. Oude brandweerauto's. Oud materieel. Oude helmen. Oude blussers. Eigenlijk van alles waar. Ja, en dat allemaal in de nieuwe brandweerkazerne hier aan de Marsweg, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Marsweg. Ja, het is natuurlijk wel heel bijzonder om al dat nieuwe en het oude bij elkaar te zien. Je hebt hier een paar hele bijzondere exemplaren staan. Want je bent zelf brandweerman in rust eigenlijk. Klopt, hoe lang ben je brandweerman geweest in Zwolle? 29 jaar. Heel wat meegemaakt dus. Ja, klopt. Wat zijn voor jou de meest heftige branden geweest in Zwolle? Deze straat sowieso, omdat daar enkele collega's omgekomen zijn. Maar dan praat je over heftige branden. Maar als je praat over grote branden, de Nettomarkt, dus waar nu de Jumbo zit op de veemarkt. Oh, dat is ook afgebrand geweest dus? Dat is afgebrand geweest, ja. Helemaal. Wanneer was dat dan? Wanneer was dat? Ik dacht eind 70, begin 80 in die buurt. Maar heeft er zo'n brand zoals in de Diezenstraat, heeft hij de meeste indruk op jou gemaakt? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, er komen collega's om, dus dat is geen pretje. Want hoeveel collega's kwamen toen om het leven? Twee collega's. Dat is een hele heftige geweest dan. Want hoe is het een afloop dan in zo'n team? Wat gebeurt er dan met de mensen? Iedereen is er neergeslagen. Ja, nou, ja. Je begrijpt zelf als er iemand een collega om het leven komt, hoe je je voelt dus. Het is natuurlijk een vak vol met risico's. Ben je wel eens bang geweest? Echt goed bang geweest? Heb je goed kneep? Nee, dat kan ik eigenlijk. Ja, op dat moment, zeg maar, na die brand in de Diezenstraat, dan voel je je wat rotter. Als je een keer ergens naar binnen moet. Maar dat ebt wel weer weg en dan ga je gewoon weer naar binnen toe. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik ooit wel eens een keer bang geweest ben. Nou, ben je na bijna 30 jaar. Ben je met pensioen gegaan? Dat is alweer een paar jaar geleden. En toch kun je die kazerne niet links laten liggen. Hoe komt dat toch? Nou, ja, ik restaureer dus samen met een collega van mij, die er helaas nu niet bij kan zijn. Maar zijn we hier elke dinsdagmorgen bezig met het restaureren nog van een oude brandweerauto. Dus die Willy Jeep, die hier achter mij staat. Nou, daar lopen we eens even rustig naartoe. Want dat is dus een Jeep, maar dat is natuurlijk geen brandweerauto. Nee, dat is een Jeep die heeft de oorlog meegemaakt. Die is uit 1944 en die is, na de oorlog is die gekocht door de brandweer en gebruikt als boodschappenwagen. En er heeft nog een motorspuitje achtergehangen. Maar het is wel een wagen die in Zwolle rondgereden heeft. Ja, klopt. Want de exemplaren die we hier zien staan, die hebben allemaal in Zwolle rondgereden? Allemaal in Zwolle rondgereden. Sommige in Zwolle Kerspel. Maar ook, dat is nu dan ook Zwolle. Dus maar in principe hebben ze allemaal dan in Zwolle rondgereden. Want als we nou kijken naar dit geweldige, deze geweldige brandweerauto, die heeft een naam natuurlijk. Ja, dat is een autodraailader is dat. Wat voor geschiedenis kun je daar dan over vertellen? Deze is aangekocht aan de hand van een brand aan de Dominicanenklooster, aan de Assendorpstraat. Die is in 1932 voor een groot gedeelte afgebrand. Ook niet een keer tijdens de oorlog? Is er toen ook niet wat gebeurd? Dat zou kunnen, dat weet ik. Dat is voor mijn tijd. Ik zoiets een keer gehoord had. Ja, nee. Dat weet ik zo niet. Maar in ieder geval, deze is toen in 1932 afgebrand. En toen kwamen ze dus erachter dat ze eigenlijk een heleboel dingen niet konden. Dus werd er besloten om een ladderwagen aan te schaffen. En die is dus in 1934 aangeschaft. Dus eigenlijk is de reden dat het Dominicanenklooster toen afgebrand is, is de reden dat deze wagen nu hier staat. Ja, klopt. Hoe bijzonder mogen het zijn? Ja, eigenlijk heel apart. Eigenlijk wel. Kalf is verdronken. U hebt nou geluk, er is nou een uitdruk. Er komt een uitdruk aan. Ja, dus. Er is brand. Ja. Nou, dat gaan we dus even mooi meemaken. Dan gaan we, wat gaan we nu allemaal beleven, Benny? Kijk, je kan daar bovenop kun je zien waar de brand is, op dat bord. Dus daar bovenin is een bord, Prio 2. Een buitenbrand. Aan de Dokter Spanjaardweg. Was bij de parkeergarage Sofia ziekenhuis. Dus Prio 2, dat wil zeggen dat het niet zoveel drukte mee is. Ja, er wordt wel
naartoe gegaan met gepaste spoed, maar niet met sirenes. Ja, de apparatuur is natuurlijk wel even wat anders. Het gaat natuurlijk allemaal wel heel anders dan zoveel jaar terug. Maar hoeveel minuten moeten dus tussen de melding zitten en het uitrukken? Het gaat om tussen de melding en tussen de aankomst. En dat is ongeveer 9 minuten moet iedereen aanwezig zijn. Maar zo te zien, als we nu hier even naartoe lopen, ja, laten we gelijk even gaan kijken. Hebben ze eerlijk gezegd, Benny, hebben ze niet zoveel haast? Nee, dat zeg ik al, omdat dit dus een prio 2 melding is. Dus dat is gewoon een buitenbrandje. Laat en dan is het niet. Nee, dat niet. Maar wat is een buitenbrandje? Is dat bijvoorbeeld een auto die in de brand staat? Nee, een buitenbrandje dat is dat er een bult rotzooi ergens in de brand staat. Of een bult hooi, gras. Dat zal met dit weer niet zijn. Maar in principe is het een, iets wat geen gevaar, direct gevaar kan. Dus vandaar dat ze dus lekker rustig aan doen eventjes. Ja, lekker rustig aan, maar ja. Wat minder vlot weg zijn. Ja, ondertussen wachten we dus. De deur gaat nu omhoog. De mannen die doen de kleding aan. Als het dus echt prio 1 zal zijn, dat neem ik aan. Dan is het heel snel. Gaat de sirene nu ook aan, denk je, voor een buitenbrandje? Normaal gesproken niet. Dus ik verwacht ook dat dat nu niet zal gebeuren. Ik zou het zo graag willen, maar ja, dat kunnen we niet meer regelen. Nee. Nou, als het dan toch niet ernstig is, dan gaan we even kijken naar waar we vandaan gekomen zijn. De Fortson autodraailadder die we eigenlijk te danken hebben aan de brand in 1943 van het Dominicanenklooster. Ik zeg het goed, toch? Nee, 1932. Wat zei ik dan? 1943. Oh nee, daar was ik minder van. 1932. Ja. Enorme brand. En toen hadden ze dus niet genoeg materieel. Toen hebben ze daarna, 2 jaar later, hebben ze deze aangeschaft. Ja, klopt. Maar nu heb je zoveel mooie dingen staan allemaal. Het is niet officieel een museum. Zijn er nou Zwollenaren en die zeggen van, ik wil het wel eens bekijken. Hoe kan dat? Dat kunnen ze eventueel door of op dinsdagmorgen even te komen, want dan zijn we meestal aan het werk hier. En dan weet dan niet gestoord worden door al die mensen? Is wel leuk als er af en toe een keer iemand komt om even iets rond te lopen. Dus, dat is niet zo erg. Als er maar gehele groepen komen. Zoals vanavond hebben we dus wel een groep. Ja, maar dat is een andere groep die... Die er nu de trap afkomen? Ja, dat wordt geregeld vanaf de kazerne zelf, zeg maar. Nou, Benny, we gaan van de ladderwagen. We hebben het ook al even gehad over de Jeep. Ook een hele mooie, die ben je aan het restaureren. Hoe lang ben je daar inmiddels nou mee bezig? Nou, als de werkelijke tijd dat we ermee bezig zijn, zal denk ik 3-4 jaar zijn. En dan alleen de dinsdagmorgen. Maar het is al, ik denk dat we al wel 10 jaar bezig zijn in totaal. Omdat er af en toe door, wat ik al zei, de collega die dus af en toe niet kan, dan ligt het weer een tijdje stil. Maar een paar uurtjes per week dus om dat aan te werken. Ja. De dinsdagmorgen om 8 uur zijn we hier. Wat waren jouw echte werkzaamheden bij de brandweer? Naast het uitrukken, dat je ook bij de manschappen hoorde, maar... Naast de uitruk zat ik in het onderhoud. Dat moet bijna wel, hè, met deze passie, want dan moet je toch wel een technisch inzicht hebben, of niet? Ja. Ik ben vroeger automonteur geweest. En toen kwam er dus een advertentie in de krant. En daar heb ik op gesolliciteerd hier in Zwolle. En, dat heeft 30 jaar geduurd. Ja. Zo, bijna 30 jaar. We gaan nog even naar die... Ja, want ik vind dit is toch ook een plaatje, hoor. Dit is een van de oudste stukken, of niet? Deze is van 1928. Tenminste, een van de oudste wagens, hè, dus. En dat was toen een hele moderne? Dat was toen een hele moderne, absoluut. Ja. Want was Zwolle daar... was dit de enige wagen die in Zwolle reed, of hadden we er meerdere? Nee, de, ja, moet ik even nadenken. Volgens mij was dit... Ik dacht het de enige wagen, ja, van Zwolle Kerspel. Ja. Maar Zwolle zelf heb ook nog wat theefortjes gehad. Hoe lang bestaat de Zwolse brandweer eigenlijk? Weet je dat zo? Inmiddels is dat, moet ik even nadenken hoor. Ik dacht van 1894. We hebben al lang het 100 jaar bestaan gehad, dus de exacte tijd weet ik niet precies. Maar meer dan 100 jaar in ieder geval. En volgens mij over meer dan 100 jaar gesproken, dan staat hier dus een soort bluswagen. Hij staat bijna een beetje in het verdomhoekje, Benny, of niet? Ja, nou, het is het oudste ding wat je hebt volgens mij hier. Ja, weet ik wel. Maar echt een verdomhoekje kun je ook weer niet zeggen. Want je kan eigenlijk van alle kanten kun je er omheen lopen. Van de buitenkant kun je het van alle kanten zien. Dus alleen, gebrek aan ruimte dan. Van wanneer is deze? Deze is van in ieder geval van rond 1800 in die buurt. En daar gooiden ze dus dan emmers water in. En daarmee werd het dus dan gepompt als het ware. Ja, hoogbouw kenden we toen eigenlijk nog niet in Zwolle. Dus, niet echt, nee.
Maar dit en, is... en jammer als het hoogbouw was, want dan moest het maar uitbranden. Je kon er niet bij. Nee, dus, dat was gewoon toen heel normaal natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zie je hier ook de opbouw. Je ziet dus, het begint hier met, ja, dit is een bluskar, hoe noemen we dit? Een handgetrokken blusvoertuig, ja. En dan bouwen we het zo op naar steeds moderner eigenlijk. Ja, 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 klopt. Prachtig. Want ze hebben ook allemaal, en deze van Zwolle Kerspel heeft ook een eigen naam. Nee, dit was gewoon ja, de brandweerauto van Zwolle Kerspel. Ze hadden toen maar één voertuig. Dus... Hoe noem je hem? Heeft toch een naam, of niet? Iedere wagen heeft toch gewoon een naam? Ja, u bedoelt net als die een autodraailader, is dit gewoon een blusvoertuig. Oh, zo, dus ze krijgen niet de koosnaam of nee, zo? Nee. Tenminste, okay. Niet dat ik weet. En wil je niet u tegen me zeggen? Dan zeg ik jij tegen jou, blijf ik dan zeggen. Wat natuurlijk heel belangrijk is in Zwolle, dat zijn natuurlijk de Zwolse brandweerkazernes. Het is vanavond niet te doen om ze natuurlijk allemaal af te reizen. Maar gelukkig heeft Benny een verzameling staan in de vorm van maquettes. Oh Benny, we gaan echt even terug in de tijd. Hè? Want we zien dus hier de brandweerkazerne op het Rode Torenplein, anno 1894. Wat zit er nu in dat pand? Daar zit nu Huisman van de buitenkant, die scheepsbenodigdheden. Die heeft dat nu als opslagruimte. Het pand bestaat nog wel zo helemaal origineel. Ja. Het is echt een monumentaal mooi pand, hè? Ja. En daar stond dus... Heeft een van deze wagens daar nog in gestaan? Deze heeft daarin gestaan nog, ja. Deze en... dus, de ladderwagen, ja, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Die, Die is dus dik 100 jaar oud. Prachtig mooi pandje. En nu dus door Huisman. Daaronder zien we volgens mij, dat ken ik ook niet, dat is ook voor mijn tijd. Waar is dat dan? Nou, dit is de voormalige brandweerkazerne aan de Harmsmeegekade. Deze, die staat... dat gewoon geïntegreerd in een woonhuis dan? Ja, dat was gedeeltelijk een woonhuis. Ja. Dat is vroeger nog een garage geweest. Maar dat is opgekocht door de brandweer in 1956, dacht ik. En dat was dus gedeeltelijk een woning. Dat is ook wel een leuk pand trouwens. Ja, zeker. Was leuk een huis. Pand. Ja, ja, ja. En die autootjes, dat is puur toeval, dan spaar jij die zelf soms? Nee. Dit zijn autootjes, die heeft iemand van de, een hobbyist van de brandweer, die heeft dat geschonken aan de brandweer. Die heeft die modelletjes zelf gemaakt, want dat zijn echt Zwolse modelletjes. Ook nog weer? Ja. Dus zo groot en zoveel modellen hebben we dus eigenlijk wel in ons Zwolse wagenpark gehad? Ja, en nog veel meer nog. Waar zijn ze allemaal gebleven? Ja, verkocht. Oeganda? Ja. Zambia, reizen daar misschien Polen, nog rond? Polen, Rusland. Ik kan het zo gek niet opnoemen. Ik denk dat er overal wel een wagen van Zwolle rijdaast. Maar ja, toen die kazerne van de Harmsmeegekade, dat waar we het nu over hebben met die groene deur erbij, toen kwam dus de nieuwbouw. Ja, klopt. Nou, dat zien we nu er even in beeld met al die deuren. Ja. 2, 4, 6, 7 stuks. Met de toekomstige plannen van de Kampenpoort, of plannen die er eigenlijk al gaan komen, blijft die ook nog staan daar dan? Nee, nou de geruchten gaan dat alles afgebroken wordt. Het is nu nog wel in gebruik als Post Noord, noemen ze dat nu. Dus, maar in de toekomst zal er een nieuwe post gebouwd worden, aan de, zoals het nu lijkt, aan de Middelweg. En dan gaat deze dus wordt niet meer gebruikt als brandweergezinnen. En dat zal voorlopig verhuurd worden, maar de geruchten gaan dat het afgebroken wordt. Nou, is de nieuwe kazerne zijn natuurlijk hele dure vierkante meters. Heb jij enige twijfel dat jij er ooit uit moet? Met je hobby? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik hoop het niet in ieder geval. Er is toegezegd dat dit ons hoekje blijft. Ja. Maar okay. Ik denk het niet. Zeg, dan kijken we nog even naar het nieuwe gebouw. Want dat is de onderste maquette. Ja. Prachtig mooi. Sinds, wanneer is die precies ook weer opgeleverd? Nog niet zo lang geleden. Twee jaar geleden, dacht ik. Ja. Zo'n beetje. U ziet het allemaal als je in Zwolle Zuid op de Marslanden rijdt, dan komt je hem allemaal tegen. Ja. Zeg Benny, een hele bijzondere verzameling. Het is onmogelijk om het allemaal te behandelen, maar we hebben een goed beeld kunnen krijgen. Bijzonder eventjes die spontane uitdruk ertussendoor. Ja. Ook al was het een prio 2. Geluk. Heel veel succes. En ik dank u thuis voor het kijken naar Rondom de Peperbus. Heeft u ook een leuke programmasuggestie? U kunt me altijd mailen, mijndeboonstra@hotmail.com. Graag tot de volgende keer. Tot ziens. Benny.